Zo, vandaag een video over 10 feitjes van borsten. Ik ga weer in de camera kijken. Ik heb een filmlamp, ik heb alles op de rand, dus ik ga gewoon meteen beginnen met de video. Nummer 1. Je kan dus serieus door je borsten klaarkomen met de juiste stimulatie en ontspanning. Kan het echt lukken? Het is zeg maar zo dat jouw borsten hebben zeg maar dezelfde prikkels naar de hersenen toe als de clitoris. Nou is dat natuurlijk wel even een heel ander verhaal. Je moet er echt mee oefenen en het schijnt echt dat elke vrouw het kan. Maar of het je echt lukt, dat is het tweede. Nummer 2. Je borsten, memmen, tieten, jetsers, hoe je het ook noemen wilt, zijn eigenlijk vrijwel altijd ongelijk. Dat komt dat je linkerborst zit bij je hart en daar stroomt je bloed nog harder en sneller. En dat is nogal bevorderlijk voor de borst. Dus bij de meeste vrouwen is de linkerborst groter dan de rechter. 3. Wist je dat als je horny bent dat je borst wel een kwart groter kan worden? Nou ja, bij de memmen natuurlijk. Ze worden groter, voller, want de doorbloeding is groter en ze zijn gewoon groter. Nummer 4. Wist jij dat mannen ook gewoon borsten hebben in de eerste paar weken van de zwangerschap in de baarmoeder? Zijn we allemaal vrouw. Wij mannen zijn vrouw, wij vrouwen zijn vrouw. We beginnen allemaal als vrouw. Pas later in die weken wordt er echt besloten in de baarmoeder wat je gaat worden. En dat kan dus uitgroeien tot een jongetje of een meisje. Maar als je dus een jongetje bent, dan weet je dus waar die tepels vandaan komen. Jij was ooit een meisje. Nummer 5. Wist je ook dat roken heel erg slecht is voor je borsten? Nou weten we natuurlijk allemaal dat roken gewoon slecht is voor de gezondheid. Maar het is nog slechter voor de borsten. Nou, niet nog slechter. Het is ook gewoon vervelend. Want je elastine in je huid breekt af. En door te roken breekt ook de elastine in je borstweefsel af. Dus dat betekent dat je van mooie jetsers naar hele leuke, lage, slappe, leuke bengeltjes gaat. Ook prima hoor. Ook prima. Weet je, we hoeven niet allemaal de borstvergrotingen tegenwoordig. Maar ja, het doet wel mee aan een hele slappe tiet. Nummer 6. Wist je dus dat mannen ook kans hebben op borstkanker? Dit komt natuurlijk omdat ze dus ook die basis hebben van hun borst. De borst had er kunnen zitten. Daardoor kunnen mannen ook echt borstkanker krijgen. Er zitten ook weefseltjes en kliertjes, dus ja, dat kan echt. Nummer 7. Wist jij dat 80% van alle vrouwen verkeerde BH-maat dragen? Nou is het natuurlijk al algemeen bekend. Wij vrouwen weten heus wel dat iedereen altijd zegt, je hebt verkeerde maat, verkeerde BH-maat. Het komt op het nieuws, op het internet, je komt het overal tegen. Maar wat ik niet wist, is dat die verkeerde BH-maat dus ook echt voor hoofdpijn kan zorgen. En ja, rugpijn. Want dan heb je gewoon niet de juiste ondersteuning. Nou moet ik wel zeggen over die BH-maten. Ik vind het maar een beetje een raar verhaal. Want in elke winkel heb ik echt een andere maat. En daarbij ben ik een keertje opgemeten toen ik wat voller was. Toen was ik 15 of 16. En toen kwamen ze op 65G, A, B, C, D, E, F, G, G uit. En best wel B. Maar ja, ik droeg gewoon D. Dus ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Het schijnt dat ze allemaal de verkeerde BH-maat dragen. Op een paar bofkonten na, zeg maar. En nummer 8. Hier moet ik even het briefje bij pakken. Want in borstvoeding, als je dus zwanger bent en je kan borstvoeding gaan geven, wist je dat daar hetzelfde stofje in zit als in cannabis of wiet? Of wat je dan ook kan. Ik heb het opgeschreven, dus ik ga het nou voorlezen. En datzelfde stofje is dus endocannabinoïden. Cannabinoïden. Ik hoop dat ik het goed zeg, al sta ik natuurlijk weer van lul. Maar ja, dit wist ik echt niet. Dat zorgt er dus gewoon voor dat je babytje honger krijgt en honger heeft. En het is ook heel goed voor de ontwikkeling en voor de groei. Dus misschien heb ik daarom altijd zoveel honger en groeide ik altijd zo hard. Nummer 9. Het is ook echt het laatste orgaan wat bij een meisje groeit. Wanneer de borsten gaan groeien is alles eigenlijk al aan het groeien gegaan en is gestart. En de borsten beginnen echt als laatste. En de borsten groeien daarbij, dat is een extra bonusfeitje. De borsten groeien daarbij ook tot je 25ste. Ze worden daarna niet groter door de groei. Ze worden alleen maar groter door aankomend groei. En borst en babygroei, zeg maar, als je een babytje krijgt. Maar van nature ga je weefseldingetjes niet meer verder groeien. En nummer 10. Je borsten gaan juist hangen door een BH. Als je geen BH draagt, betekent dat niet dat je borsten gaan hangen. Het betekent zelfs dat je borsten iets steviger blijven, omdat ze gewoon hun eigen elastine moeten opbouwen en hun eigen sterkheid. Dus als jij juist een BH draagt en je denkt gewoon, nou, ik draag ze lekker hier, dan gaan ze lekker niet hangen. Nee, dan rek je dus ook de huid om je borst heen uit, want die hoort helemaal niet omhoog gerekt te worden. Als je de hele dag zo zit, krijg je na een tijdje zo'n gezicht. Dus dat is nogal handig om te weten. Dit waren de 10 feitjes. Ik hoop
wel dat je ze leuk vond en dat je het ook een leuke video vond. Nou ja, volgende keer weer 10 andere feitjes. Ik wilde het eigenlijk over sperma doen vandaag, maar ik dacht de vorige keer kreeg ik het ook al zoveel over piemels en sperma. Vandaag lekker borsten, de volgende keer weet ik het niet. Ik wil 1 video in de week opnemen. Vorige keer wilde ik het op dinsdag gaan uploaden. Maar ja, zoveel Sinterklaas hectiek. Het is er gewoon niet van gekomen. Maar ja, dat dus. En heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Later!